wat zullen we ze missen? Die duizenden wandelaars die vanuit de hele wereld naar Nijmegen komen om hier op de wedren in de derde week van juli dagelijks 30, 40 of 50 kilometer te lopen door Nijmegen en de omgeving. We gaan veel missen. Ik ga iets missen. De zinderende spanning bij de voorbereiding. Alle stijgerbouwers die de stad inlopen. Wat dan uiteindelijk resulteert in de traditionele, vreedzame gemeenschappelijkheid die de Vierdaagse feesten zo kenmerkt. De trots die we dan hebben als het weer afgelopen is. Dat is wat we gaan missen. Achter mij ziet u een Burgstraat. En normaal is die in de derde week van juli het bruisend centrum van een bruisend stadscentrum. Dan barst het hier van de feestgangers, van mensen die na een dag wandelen even de stad in gaan. Dan zijn er mooie kraampjes, dan kan er lekker gegeten en gedronken worden. Dit jaar is het anders. Geen Vierdaagse marsen, geen Vierdaagse feesten. En u kent allemaal de reden. Dat vinden we heel erg jammer. Dat is echt voor deze stad ongekend. We hebben het er al weken over, over het evenement wat niet plaatsvindt. En niet alleen al de mensen die graag op bezoek komen, die wandelaars, maar ook al die horecaondernemers en andere ondernemers die deze week hun geld proberen te verdienen en onze mooie week te bezorgen. Wat zullen we ze missen? De gastvrije inwoners die aan het parcours met banken, stoelen klaarstaan om de wandelaars aan te moedigen en er een feest van te maken. Die komkommers aanbieden, die water aanbieden, die hun toilet beschikbaar stellen, die free hugs uitdelen, high fives en allemaal om de vermoeide wandelaar door de laatste kilometer te loodsen. Maar we gaan wel iets anders doen. City Game, Valkol Festival, Otis Park, kleinschalige binnenpodia. Kijk op onze site. Ik hoop jullie allemaal te zien in de week van 18 tot 24 juli. Dat we straks even trots zijn op onze stad, als altijd. We hopen van harte dat we jullie volgend jaar allemaal terugzien om er samen weer een fantastische Vierdaagse van te maken. Volgend jaar gaan we het weer proberen en dan gaan we er een mooie spetterende week van maken. Tot dan!